shoppen in de chique PC Hoofdstraat in Amsterdam. Dat is zien en gezien worden. ABT ontwikkelde in samenwerking met de TU Delft een wel heel bijzondere glazen gevel. Die past bij de uitstraling van gerenommeerde modehuizen als Prada, Chanel en Dior. Wat hebben deze koe, deze duif en deze steen met elkaar te maken? De architect bedacht een gevel van glazen stenen die in vorm identiek is aan de bestaande 19e eeuwse gevel. De opbouw bestaat uit IV-verlijmde massieve glazen stenen. Niet alleen de stenen, ook de kozijnen en zelfs de paneeldeur zijn uit glas vervaardigd. Een wereldwijde zoektocht naar een geschikte leverancier eindigde bij de Italiaanse firma Poesia, die heldere, volledig transparante stenen kon produceren. Maar hoe verbind je zulke glazen bakstenen tot een metselwerk? En hoe zorg je ervoor dat de gevel niet alleen mooi, maar ook veilig is? Nog nooit eerder is, met massieve glazen bakstenen, een zelfdragende gevel gemaakt. Omdat de gevel maar liefst 8,8 meter hoog is en uit vele lage stenen bestaat, wordt een zeer grote maatnauwkeurigheid gevergd. Tijdens de bouw van de gevel moet ook binnen de toegestane tolerantie worden gewerkt. Net als bij het afstellen van motorkleppen is hier gebruik gemaakt van volle maten. Maar voordat je kunt bouwen is kennis van de sterkte nodig. Diverse testen zijn daarom uitgevoerd en geverifieerd met berekeningen. Melk is gebruikt om de eerste laag stenen waterpas te kunnen stellen. Melk geeft voldoende reflectie, terwijl dat niet het geval is bij water. Het enige nadeel was dat er ook duiven op afkwamen en van de melk begonnen te drinken. Innoveren is een creatief proces met verbluffende resultaten. Wij hopen in ieder geval dat het vaak koopavond zal zijn in de PC Hoofdstraat.